Nou, ik ben dus Johan Rienstra, ik ben 29. Ik kom uit Amsterdam en ik heb daar op de Kleinkunstacademie gestudeerd, 4 jaar lang. En daarna ben ik gaan werken aan mijn eigen theaterprogramma en dat heeft 3 jaar geduurd. En nu tour ik ermee door Nederland. Nou, ik ben Caroline Borgers en mijn verhaal is eigenlijk precies hetzelfde als dat van Johan. Zij zat namelijk 1 jaar boven mij. Ik zat 1 jaar boven haar. Dus, ik ben 27 en ik ben in 2005 afgestudeerd aan dezelfde school dus waar Johan zat. En daarna ben ik gaan spelen met mijn eerste voorstelling, die heette S'nachts. En die heb ik 2 jaar gespeeld, 2,5 jaar gespeeld. En nu is afgelopen oktober de voorstelling die ik nu speel, Makkelijk Praten, in première gegaan. En daar speel ik dan nog mee tot en met mei. Ik wil wel net iets in de spotlight, als het ware. Ja, misschien met cabaret of zo. Ja, dat is wel leuk natuurlijk. En voor de rest niemand die denkt van, jij ook? Ja. En wat zou je willen doen? Nou, ik vind het gewoon heel erg leuk om theater te maken, zeg maar. Het is niet per se omdat ik beroemd wil worden of zo. Maar het lijkt me heel Dat zijn wij ook niet hoor. Nee, we zijn al heel lang bezig, maar we zijn niet. Nee, ik ben heel hard bezig. De kleinkunst lijkt me echt heel erg leuk. Ga je tijd aan toneel of muziek of. Ja? Gewoon zangles of gitaarles. Of... En een band zit jij waarschijnlijk. Jullie zitten samen in een band. Oh, leuk. Ah, cool. Mm-hmm. Wat voor muziek maken jullie? Ja, rock'n'roll. Led Zeppelin, AC/DC. Oh, jezus! Het is al voor onze tijd. Jezus, ja, precies. Het is al voor onze tijd, moet je nagaan. Met zang en. Ja, maar je hoort dat het zo moeilijk is om erop te komen. Ja, maar weet je, dat kreeg ik ook altijd te horen. En vervolgens doe je gewoon auditie. En ja, anders dan gaat niemand ooit meer auditie doen, natuurlijk. Nee. En ze schrikken je ook een beetje af in het begin van. Ja, weet wel dat er hier heel veel mensen naartoe willen en weet wel dit en dat en dat. Ja. Maar uiteindelijk als je het kan en je wil het graag, dan kom je er heus wel op. Ja, en sowieso als het niet de kleinkunst is, zijn er nog genoeg andere opleidingen die je ook opleiden tot iets op een podium. En er zijn er veel. Nou, ik ben Annemieke en ik heb net op de cabaret stafette Johan Rienstra en Caroline Borgers gezien. Ik vond het allebei erg leuk. Het was een half uurtje, zeg maar, allebei. En heel veel liedjes van muzikaal theater. En ik vond dat er heel veel humor in zat. En ik heb erg gelachen. Ik vond Caroline Borgers het leukst. Ik hou ook wel heel erg van, ze had het meeste liedjes. En ik vond haar liedjes ook echt wel heel leuk. Ik vond de eerste, Jora, die was wat meer, wat het serieuzer. En Caroline die had het een beetje over van alles en niks, zeg maar. Nou, ik ben Sanne en ik heb net de voorstelling van Johan Rienstra en Caroline Borgers gezien. Ik vond alle twee heel leuk. Ik vond Caroline wat spontaner. Wat muzikaler. Ik vond haar eigenlijk beter dan Johan. Caroline was losser en wat enthousiaster, vond ik. Was meer, vrolijk en alles. En Jora ging een beetje over meer problemen.